these 8th century Islamic objects as a symbolic message. If you look at the way he's holding his hand, he's saying that don't ever cross your hand this manner, because that is conflict, but have it this way, which is harmony. So in Judaism and Islam, we are supposed to hold our hands in this manner rather than this manner. Professor David Khalili is een van de meest opmerkelijke kunstverzamelaars ter wereld. De Khalili Family Trust bezit in totaal meer dan 25.000 kunstwerken, onderverdeeld in 5 verschillende grote collecties. De collecties islamitische kunst en Japanse decoratieve kunst bijvoorbeeld zijn wereldwijd de grootste in privébezit. There are many ways to somehow make a contribution to humanity. And I think art is on the top of the list as far as the contribution to humanity is concerned. Professor Khalili is in Perzië geboren en komt uit een Joods gezin van kunsthandelaren. Van kinds af aan is de islamitische kunst zijn grote liefde en passie. Collecting is a very simple disease. You are born with it and you'll die with it. So I got that disease when I was 7 years old. The first piece I did not buy, I was given. So when I met a friend of mine's father in their house, and my father was buying something from him, I was fascinated by one of the pieces that was on the table. And he said, let me be the first one to start you up, because I know that you have a lot of passion. So the first piece was not bought, it was given to me. When I started having my first 10 or 15 pieces, I took it and put it in a safe in one of the banks. And one day I had an arrangement with a friend of mine to go and visit and take them out and look at them together, because we were researching them. And that day I had a hugely bad fever. I couldn't open my eyes. And I said to him, I'm coming. He said, but you sound like you're not well. I said, no, I'm okay, I'm coming. And after 20 minutes, there was no more fever. You know, I always say that in life, you are allowed to dream. But if you don't plan and pursue, you don't fulfill your dream. Life without a passion is like fire without a flame. It's very simple. If you look at the history of successful people in the world, you realize that without a fail, what they did is to discover their passion, follow it, and fulfill it. It's very simple. There is no magic to it. I don't collect for myself. I collect to share them with the others. I'm only a temporary custodian. I don't own it. It doesn't belong to me. It belongs to humanity. So what it means to me is only a temporary pleasure that it gives me during the period that I'm involved in collecting them. But at the end of the day, after 120 years when I'm not here, the art is here and it continues to give pleasure to the humanity. Being a collector is a hugely big responsibility. You have to have 5 criteria: purchasing, conserving, researching, publishing, and exhibiting them. Once you do these 5, then you have done your duty to the soul of the artists who have produced this magnificent art, because you have a duty to them. And the praise should go to them, not to the collector. For the last 40 years, simultaneously, while we're collecting our Islamic collection, we've been busy collecting 4 different other collections too. We are privileged to have the largest collection of
Meiji art of Japan, which dates from 1688 to 1912. The collection contains over almost 2,000 pieces. What you see here is three of the favorite falcons of the Emperor Meiji. These are virtually where the actual falcons used to sit. I'm proud to say that I was born in a Muslim country which litters with poetry, philosophy, and culture. And I was introduced to Islamic art because I was born in that country. As a young teenager, I fell in love with it because it's the most beautiful and the most diverse art in the world. And this is something that has been misunderstood by the rest of the world. The rest of the world has to wake up to the fact that Islamic art and culture have made a huge contribution to the West. And this is something that the West has to recognize, to appreciate, and give credit to. Twaalf jaar geleden heb ik Khalili ontmoet voor de eerste keer. En toen hebben we al voor een tentoonstelling die ook iets met de islamitische cultuur had, enkele bruiklenen van hem geleend. En aan het begin van het jaar heb ik zijn hele tentoonstelling in Parijs gezien. En toen was het duidelijk, die tentoonstelling moet naar Nederland komen. Most important thing. Hi. Is het? Absoluut. I'm pleased to. Absoluut. Het is een ongekende verzamelaar. Hij heeft een collectie uit het vakmanschap van kunstenaars uit de islamitische wereld. Hij wil een bijdrage leveren op deze planeet waarin zoveel spanningen tussen culturen zijn, dat hij door dit te verzamelen, door dit te laten zien, dat mensen zich meer gaan verdiepen in die cultuur van waar je in eerste instantie misschien met achterdocht naar kijkt, maar ten onrechte. Het is schoonheid, het is een vakmanschap. De tentoonstellingen die we hier tonen, het zijn eigenlijk verhalen vertellen. En wij willen een groot publiek kennis laten nemen van de cultuur, de schoonheid van de kunstenaars uit de islamitische wereld. Ik denk dat één kunstwerk misschien meer kan vertellen dan drie columns in een artikel. Because every piece there is an ambassador for Islamic culture. Het is het openingskleed van de tentoonstelling. Om de reden dat het een vooral heel groot en prachtig gemaakt kleed is. Dit kleed is in de 19e eeuw gemaakt in Cairo, in Egypte, in opdracht van de sultan. En speciaal aangeboden in Mekka op de jaarlijkse bedevaart. Op het moment dat het kleed wordt gewisseld. Het gaat om het vakmanschap. Hè. De collectie hier in deze tentoonstelling is echt top of the bill islamitische kunst. En het artistieke gehalte van de collectie is hoog. En dit kleed is daar een heel erg mooi voorbeeld van. En in combinatie met het feit hoe die is opgehangen tegen die hoge spiegels, waarin vervolgens die hele kerk ook reflecteert, hebben we een hele mooie mix willen creëren van islamitische kunst gepresenteerd in een christelijke omgeving. Dit is een pagina uit een zogenaamde Falnameh, een boek van de waarzeggingen, gemaakt in de 17e eeuw in India.
En waar we hier specifiek naar kijken is de bouw van de Ark van Noach. En het boek van de waarzeggingen is eigenlijk een bloemlezing van Joodse, christelijke en islamitische legendes. En die zijn ook in afgebeeld. En de plaatjes, de miniaturen, die zijn schitterend gemaakt en ontzettend kleurrijk. En ik vond het een prachtig voorbeeld van die verweving van die drie wereldgodsdiensten hier in deze tentoonstelling. There were only three Muslim empires. And virtually they were ruling simultaneously around mid-15th century and run up to about early 20th century. And here you have three magnificent representation in the form of three prayer mats, one from Persia, one from India, and one from Turkey. If you say Islamic art, automatically people believe that Islamic art is like Christian art. Christian art is almost 95% religious, but Islamic art is almost 90% secular. We hebben het zo gedaan dat in de eerste plaats, daar refereert ook onze ondertitel aan, islamitische kunst. Hebben we geprobeerd uit te leggen dat islamitische kunst niet betekent dat de kunst die we hier laten zien uitsluitend religieus is. Eigenlijk bepaalt de functie van een object of iets religieus of seculier is. Vanuit de grote gevarieerdheid, dat is dus van het schoonschrift tot de juwelen, het goud, de textiel, de tapijten, om die bij elkaar te groeperen en daarin te zien welk vakmanschap de kunstenaar die zich toegelegd heeft op die bepaalde specialiteit. En het is een tentoonstelling van bijna 500 objecten. En ik vind het een feest voor oog en hart. It is because we are showing Islamic civilization and culture in the exhibition at Newkirk, it would become an element of surprise because it shows that the three religions, Judaism, Christianity, and Islam, are coming from the same root and are part of the triangle. We are all the holder of the book. And it is ironic that we are standing here in a Christian church, showing a collection which belongs to a Jew. So you cannot show more harmony and more that unites the three religions rather than divides them. En juist die het bij elkaar brengen, die ontmoeting in een oorspronkelijke gotische kathedraal. En hier breng je eens de kunst uit die andere cultuur. En wat hier de vormgever ook geprobeerd heeft, dat hij eigenlijk de werken laat zweven in de architectuur van dit gotische monument. We hebben ervoor gekozen om de kerk helemaal vol te zetten met spiegels. Dat idee is van Sibe Tetero, de vormgever die we vanaf het begin af aan bij deze tentoonstelling hebben betrokken. En we wilden eigenlijk de schoonheid van de collectie met die spiegels extra tot zijn recht laten komen. En dan ook de combinatie zoeken van dit mooie christelijke gotische gebouw. En dat maakt dat het een hele mooie speciale installatie is. Eigenlijk nog meer dan een tentoonstelling. The difference here is that almost every object on display floats. And it is something that I think the people who produce these objects would be proud of. Because all of a sudden, you are giving these objects a soul. You see, the best way to appreciate art is to separate art from politics. Because simply, religion and politics have their own language, but the language of art is universal. And there has never been more need for that universality than today. If you believe that we do have a soul, and our eyes are the window to our souls, the visitors who come to the exhibition would visually see how magnificent, how diverse, and how beautiful this art is.